Hi, wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Rachel Kronwijk en in deze video laat ik jullie mijn cadeaus zien die ik heb gekregen voor mijn 23e verjaardag. Eén ding kan ik niet laten zien en dat is de ring die ik van mijn vriend heb gekregen, want die wordt opgestuurd. Want die was net iets te groot, jammer genoeg. Die was van Ticento en die had hij in Gorkum gekocht bij een juwelier. Hele mooie ring, dus ik heb hem terug moeten brengen. En nu gaan ze een maatje 52, als ik het goed zeg, gaan ze nu naar me opsturen. Dus die krijg ik hopelijk deze week binnen. Maar als ik de foto ervan heb gemaakt of een stukje, dan kan ik dat altijd in deze video nog natuurlijk erin zetten. Dus ik heb een hele flinke tas gekregen en ik had een hele grote tas van Rituals gekregen. Dus ik dacht, doe ik alles gewoon daar even in. Dat is net zo makkelijk. Dus ik begin met de Sting en dat is een tasje met daarin een giftcard. En het komt altijd goed uit, want de Sting is echt een superleuke winkel. Dus daar shop ik ook altijd wel graag en ik loop er altijd sowieso altijd naar binnen. Dus hier heb ik een mooie giftcard van gekregen. Ik weet allemaal niet meer van wie ik het heb gekregen, dat is wel erg. Dan heb ik hier nog een aantal cadeau- en giftcards. En één is van een drogisterij bij ons uit het dorp. En die heb ik van Naomi en Evie gekregen, en Amelia. Super lief, hartstikke bedankt. En nog van de overburen een Douglas giftcard. Ook super handy, want daar kom ik ook heel erg vaak. Nu niet meer, maar ik kan altijd online bestellen. Dan heb ik dus van Rituals een Show douche-spul gekregen. Even kijken. Deze heet Sensation met Rice Milk en Cherry Blossom. En dit is een Foaming Sour Gel Sensation. Dat dus. Deze echt heel erg lekker. Dan heb ik ook nog een douchepakket van Dove gekregen. En ik hou ook echt van Dove, dus dit komt ook zeker goed uit. Dan had ik van Naomi en Evie en Amelia ook nog twee van die tijdschriften erbij gekregen in het pakket. En die komen ook altijd goed uit, want er staan ook altijd hele leuke dingen in. Ter inspiratie, qua make-up of haar. Dan heb ik van mijn vriendinnetje Rosanne van de DM gekregen. En ook nog een giftcard voor de Ici Paris. En dit is een handcrème en dit is echt een shampoo voor brunette. Dus die kan ik voor bovenop gebruiken. Nu heb ik gewoon een neppe wig in, zeg maar. Gewoon zo'n wig wave. En die is donkerblauw bovenin en die loopt naar lichte blauw-groen naar onder. Ik vind hem echt heel vet. En je hebt gelijk super dik haar. Dus deze zijn van Rosanne met een Ici Paris XL kaart. Dan heb ik nog een aantal kaarten en geld zie ik. Even kijken. Even kijken. Hier heb ik bijvoorbeeld een kaart van harte. En deze is dus van Rosanne. Een super lieve kaart. Echt super. Ik mag echt heel blij zijn met zo'n vriendschap. Met zo'n vriendin. Echt top. Even kijken. Dan heb ik hier ook nog een gefeliciteerd kaartje. En dat is dus die Ici Paris XL bon van Rosanne. Echt super lief. Dus ik ben echt door Rosanne echt ook verwonnen. Hartstikke bedankt. Oh, dit is een VVV bon. Het zat dus hierin. Gewoon wat erg. Soms komen er zoveel mensen tegelijk in één keer binnen en dan pak je alles maar aan en dan ben je ondertussen weer bezig met drinken geven. Hier heb ik dus VVV-bonnen, even kijken, een van €7,5 en ik heb er nog een aantal gekregen, dus dat komt ook altijd heel goed uit. Dan heb ik hier nog een mooie kaart en deze is van Hans en Tante Teunie, dus een lavendelkaartje. Nog €15, ook altijd handig natuurlijk. En heb ik nog een prachtig kaartje van Tante Dini. Dat was vroeger mijn oppas en ik mocht altijd dus bij haar komen. En deze kaartjes maak ze altijd zelf. Echt super leuk. Het is soort gewoon een envelopje in één. Kijk hoe leuk. Dat doet ze dus altijd zelf. echt heel lief. En daar zit €10 in. Dus hartstikke bedankt Tante Dini. Hartstikke lief. Dit zijn alle dingetjes die ik heb gekregen. En op zich waren er niet heel veel mensen. En van Ariette en Aard heb ik dus een bon gekregen voor de bioscoop. Een ladies night. Dus daar moeten we nog heen. En Evie en Naomi waren er dan ook. Amelia kon niet komen, want haar kindje Clarinda die kreeg de eerste prikje. Dus dat was niet helemaal handig om voor 2,5 uur even hierheen te rijden. Terwijl het een uur heen en een uur terug is. En verder was Rosanne er dan ook. Ja, en dan hield het eigenlijk soort al lichtelijk op. Dus ja, mijn groep is wel kleiner geworden. Maar ik heb liever echte mensen en echte vriendinnen die ik op één hand kan tellen. Dan dat ik er heel veel heb. Puur voor het hebben van een vriendin. Een vriendin vind ik gewoon iemand die begrijpt hoe druk je met alles bent. Ik heb dus nu een baan officieel. Administratief, medewerkster, secretarieel. 40 uur per week bij een transportbedrijf. Dus dat is ook gewoon heel erg druk. Met mijn blog en mijn YouTube erbij. En nog een keer één avond een kantoorpoets met mijn zus. Dus alles bij elkaar is dat gewoon heel veel uren. En een echte vriendin die snapt gewoon dat jij druk hebt. En dat je een keer een appje niet stuurt of beantwoordt. En dat vind ik het gewoon het belangrijkste van vriendschap. En dat ze je niet helemaal de grond in willen stampen met woorden en alles. Maar goed, mijn nichtje is net beneden aangekomen. Dus ik denk dat mijn zus hier een bakje koffie komt doen. Ik ga even mijn nieuwe autootje laten zien. Want ik heb een Citroën C1 grijs gekocht. Hij is echt super leuk. Tweedehands natuurlijk voor €5200. 5 jaar oud en had net onder de 100.000 kilometer gereden. Dus dat is gewoon heel netjes. Dus dat is ongeveer 15.000 kilometer per jaar had hij volgens mij gereden. Dus dat is gewoon heel goed. Niet te weinig, niet te veel. En verder ga ik dus even dit weer even eruit halen. Want anders schrik iedereen zich helemaal rot. En deze look is ook trouwens terug te vinden die ik heb gemaakt. Dus zie even dat blauwe haar weg. Deze look. Deze ogen heb ik met een blue-brown pigment gedaan. En gecombineerd met een prachtig sierpletje van DA. Drogisterij oogschaduwtjes zeg maar van de DA en van John VG. Ik kan het wel even laten zien. Dat is dit sierpelletje. En dat zijn mijn herfst-winterkleuren die ik het meest zal gebruiken. Dus even kijken. Zo zien ze eruit en echt prachtig. Dus ik heb deze kleur gebruikt, die kleur gebruikt en die bovenste links heb ik gebruikt. En dat zijn echt hele mooie kleuren die mijn ogen juist extra doen uitkomen. Dus dit sierbelletje heb ik toen ooit een keer op eBay gekocht. Heel fijn. En het is gewoon puur magnetisch, dus dat is altijd wel leuk. Kijk, het ziet er zo uit. Dit is de oogschaduw. En je klikt er zo in. Ideaal. Dus hartstikke bedankt voor het kijken. Doe natuurlijk een duimpje omhoog. Laat een reactie achter. En hopelijk zie ik jullie in de volgende video weer terug. Doeg! Ja? Ja, ben bijna klaar. Ben bijna klaar. Ben even een video aan het opnemen. Dan heb ik hier een lege envelop. Dan heb ik hier nog iets. Oh wat erg, die heb ik niet eens opengemaakt. Heb ik met een blauw...